Lier heeft nogal wat kloosters uit, al veel ouder, hè, maar ook zeker uit de 19e eeuw. Die maken een beetje ook het zicht van Lier in het centrum. Dan zijn er echt heel veel geweest ooit. Eén daarvan was een Dominicanenklooster hier bij de Kluizenkerk. En dat gebouw is ja, een hele tijd geleden al door de stad Lier verworven. Om daar allerlei activiteiten voor verenigingen, schoolactiviteiten in te doen. Nu in september, pas dus, hebben wij met de co-housinggroep hebben wij het gekocht van de stad, gezamenlijk, om er een co-housing in te maken.